En als we meer bij het woord zouden leven, gemeente, zouden we die woorden aan ons hart drukken. En dan zouden we inniger en vaker zingen, hè, wat dat lied zingt. Ik ben een koninklijk kind. Hebt u het wel eens gedaan? Zomaar. Ik ben een koninklijk kind. Door de Vader bemind. U hebt ons gemaakt tot koningen. U zegt, nou daar lijkt het niet erg op. Nee, het is een koningschap dat nu nog uitgeoefend wordt door de priesterdienst van de voorbeden. Dat wil ik vanavond ook zeggen. U die misschien veel nadenkt over de tijden waarin we leven, weet u, ik hoop dat u er, en dat bedoel ik niet vroom, maar ik meen het wel, ik hoop dat je er meer met God over spreekt dan met elkaar. Snapt u wat ik bedoel? En dat het een plaats heeft in je gebed. Ik ga langzaam afronden. Maar daar liggen dus die 24 ouderlingen en die vier dieren geknield voor de troon van het Lam. Ze hebben zich neergeworpen en dan in vers 9 dan valt de kerk in en zij zongen een nieuw lied. En in vers 11 en in vers 12 gaan de engelen zingen, duizenden maal duizenden engelen. En in vers 13 lezen we, en elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en al wat daarin is, hoorde ik zeggen. Dan zingt de schepping mee. Dat moet je dus even zien. Die vertegenwoordiging van de kerk uit Jood en Heiden, de vier dieren, dat is de bezielde schepping. De verlosten. En dan zegt in vers 13, elk schepsel, alles, wat op de aarde, onder de aarde en op de zee is. Het lam, ze hebben allemaal hetzelfde lied. Het lam staande als geslacht is waardig. Hij heeft de macht, hij heeft de kracht, hij heeft het in zijn hand. En misschien dat u wel zegt, ja dominee, wat moeten wij daarmee? Ja, dat is dan weer echt zo'n vraag voor ons. Hè? Wat moet je daar nou mee? Nou, wat moet Johannes ermee? Zullen we die vraag stellen? Wat moet Johannes ermee? Wij lezen in dit hoofdstuk alleen dit. We lezen niet dat Johannes meegezongen heeft. Dat zou een toepassing kunnen zijn, hè, dat we vanavond zeggen, weet u, dat lied moeten wij meezingen, het lam is waardig. Maar Johannes heeft niet meegezongen, Johannes' mond blijft dicht. Weet u wat het eenvoudig is, gemeente, dit moeten wij horen en dit moet je zien. En het geloof is uit dat gehoor en uit het zien van dat visioen getroost. Weet genoeg. We horen het en we zien het. En de meest onnozele vraag die je aan Johannes zou kunnen stellen is, Johannes, nou heb je dat allemaal wel gezien en je hebt het allemaal wel gehoord, maar ervaar jij dat ook zo? Dat doen wij graag, hè? Stel je nou voor dat je dat aan Johannes zou vragen, zou die zeggen, joh, hou je mond alsjeblieft. Ik heb het gezien. Ik heb het gehoord. Want gemeente, ik denk dat dat een groot euvel van onze tijd is. Dat wij kijken naar de dingen die gebeuren vanuit ons gevoel. En vanuit ons gemoed. En dan bekruipt je soms zomaar de angst. Maar openbaring leert ons, gemeente, om te leven bij het visioen. En bij de woorden van God. Johannes die heeft het gezien. Hij heeft het gehoord en ik ben er vast van overtuigd dat hij het in geloof heeft omhelst. In een geloof wat niet vraagt naar voelen en naar ervaren, maar wat alleen maar ziet op het lam en wat zich geheel aan hem verliest. Ik zou nog heel veel meer kunnen zeggen, maar hier stopt het visioen. Dit is het lied van de hemel.
Deed me denken, gemeente, in de voorbereiding aan een sterfbed van een zeer geliefde broeder, geoefende christen, die een paar dagen later, nadat we hem ontmoet hebben, ingingen in de vreugde van zijn Here. En we vroegen aan hem, we zaten zo om dat bed heen en we zeiden, waar bent u mee bezig? Waar ben je nou in je gedachten mee bezig? En toen zei hij, ach, hij zegt, in mijn hart en in mijn gedachten is steeds dit woord, het lam dat geslacht is, dat is waardig. En wij in onze domheid, wij vroegen, zit u daar dan over in? We dachten, misschien worstelt u met zekerheid. Maar hij zei, dat zijn mijn gedachten. Het lam dat geslacht is, is waardig. En ik begreep er niets van. Maar later, toen ik over dit gedeelte ging preken, toen snapte ik het. En toen dacht ik, die beste broeder was voor zijn dood al bezig met het lied van de hemel. Want dat is het lied van de hemel. Het lam dat geslacht is, is waardig. Een zalig gemeente in wiens hart dat lied groeit. Het lam heeft de macht. Het lam heeft de kracht. En hier horen we het. En hier zien we het. En we moeten het horen en zien, omdat het telkens weer ondersneeuwt. En dan moet je het weer horen en weer zien. Maar ik mag u zeggen, als dit uw troost is, omdat eerst Jezus als het lam uw troost is geworden. Hier het lam dat de zonde van de wereld wegdraagt. En omdat hij ook uw troost is, omdat hij het lam is. Dat daar staat als geslacht en waardig is om deze geschiedenis in zijn hand te nemen. Als dat in uw hart resoneert, dan komt er een dag waarop u voluit mee mag zingen. In dit lied, het lam dat geslacht is, is waardig. U zegt, en wat is dan de tijd daar naartoe? Nou, dat is oefentijd. Oefentijd voor dit lied. En ik zeg u één ding, gemeente. Dit is uw troost. En dit is uw houvast. Of u moet meegaan met de golven van deze wereld. En de angst en de paniek. En de meningen die over je uitgestrooid worden. Als water. Maar een christen leeft hierbij en zegt, weet je, bij alles wat klinkt. Dit weet ik. Het ligt vast in Jezus' hand. En daar wil ik hem voor danken. Aan hem die op de troon zit en aan het lam. Zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. De Heere zegent zijn woord om Christus wil. Amen.